You don't. You don't have time. You need to start working on it now. You're at the right time, the right business, but you need to change. And I hope you will having the inspiration to do that, because it's also great fun. You have great tools to make it happen. Good luck with that. So John from Smart Suite started a new company, and he has integrated AI in the software. What did you think of my AI presentation, John? It was the most comprehensive AI presentation that I think I've ever seen, from kind of soup to nuts on all the capabilities across all the different medium that was there. And the presentation style that you had was just outstanding. Like, it was very encouraging and motivating, inspiring as someone that's in the industry. Okay. Zo, we hadden de hele dag presentaties over AI en low-code. En je had geloof ik medelijden met me dat ik de zoveelste was aan het einde. Je was de zoveelste, maar je hebt zo ongelooflijk veel inspiratie gebracht. Zoveel enthousiasme, dat ik er nu ook weer enthousiaster van geworden ben. En dat is goud. Ja, en dat had je niet verwacht? Nee. Oké. Okay. En hoe was het voor jou? Ja, wij dachten dat we nog even tijd hadden voordat we echt met AI aan de gang moesten gaan. Ja. Maar je hebt onze agenda aangepast. Ja, nee, dat kun je echt niet doen. Je kunt echt niet wachten. Dit is gewoon happening today. Oké, dank jullie wel. Pascal, je keek naar mijn AI-presentatie aan het einde van de dag. Wat vond je ervan? Ja, nou goed, als het aan het einde van de dag, je bent op. Maar gewoon, dit heeft me compleet opgeleverd. Ik heb dingen gehoord en ja, gewoon een jaw-dropping. Gewoon ongelooflijk. Echt blown away. Ga je er iets mee doen? Ja, absoluut. Ik ga vanavond GPT-4 aanschaffen. Mijn telefoon is helaas leeg. Je zit aan de powerbank, hij is aan het opladen. Op het moment dat hij is opgeladen, ga ik ChatGPT-4 aanschaffen, ga ik aan de slag. Okay. Succes! Dank je. Heren, aan het einde van de dag moest ik nog een presentatie over AI geven. Hoe ging het? Ja, ik vond het een zeer boeiende, interessante presentatie. Ja. Ik heb behoorlijk mee zitten typen. En ik ga daar de aankomende 2 weken, heb ik net mijn eigen doel gesteld in mijn agenda, is even zeer actief mee aan de gang. Ik ga er echt mee aan de gang. Ik ga er echt mee aan de gang. Heel mooi. Dan kijk ook even op aiquickstart.nl. Ja, die foto heb ik net aan het einde nog gemaakt. Heel mooi. Dus, heel wat vond jij ervan? Hey, leuk. Ik zat op het puntje van mijn stoel, veel aantekeningen gemaakt. Ja, ik ben onder de indruk van jouw Spaanse accent. Erg leuk om te zien. En zeer leuk. Oké, okay. En ben je een beetje aangezet tot actie? Zeker. Nou, tijdens de presentatie heb ik ChatGPT app gedownload, die had ik nog niet. Ik gebruik het wel, maar nog niet op mijn telefoon. Dus groot verschil. Het is al tijdens de dingen. En je hebt me gemotiveerd om de betaalde versie te gaan nemen. Heel goed. Dus, heel mooi. Succes, heren. Ja.